Mister Gay Vlaanderen 2015 is sterkte. Ik ben Bram, de organisator van de Mister Gay Vlaanderen verkiezing en ik doe dat samen met mijn hele team en mijn partner Ivan Denis. We starten nu in 2016 met de vierde editie van Mister Gay Vlaanderen. We zijn gestart in 2013, dus ondertussen al enkele jaren geleden, naar aanleiding van de World Out Games, de Olympische Spelen voor Holibies, die doorgingen in Antwerpen. En op dat moment ging ook de Mister Gay World doorgaan in Antwerpen. En dan hebben wij eigenlijk het idee opgestart om ook een Belg te zoeken, een Vlaming, die ons land ging vertegenwoordigen. En vandaar is eigenlijk Mister Gay Vlaanderen in het leven geroepen. En nu zoveel jaar later bestaat het beestje nog steeds. Ik denk dat door de jaren heen Mister Gay Vlaanderen wel enorm gegroeid is. Niet alleen de inschrijvingen zijn elk jaar het aantal groter of meer, maar ook de verkiezing is enorm gegroeid. Ik denk dat ik ook wel kan zeggen dat Mister Gay Vlaanderen voor mij iets is dat van een eenmalig project, want dat was eigenlijk de eerste bedoeling, niemand weet dat eigenlijk, maar Mister Gay Vlaanderen was eigenlijk maar de bedoeling om dat één jaar te organiseren. Gewoon de World Out Games waren gepasseerd en klaar. Maar doordat er eigenlijk wel zoveel positieve feedback op kwam en mensen wel heel tevreden waren over het doel van de verkiezing en waarom dat we eigenlijk het initiatief op poten hadden gezet, was het eigenlijk zo een beetje te spijtig om het te laten varen. En dan hebben we toch maar besloten om een tweede, een derde en nu zelfs een vierde jaar op te starten. En voor mij zie ik ook dat de kwaliteit van de kandidaten elk jaar niet verbetert. Want dat moet ik niet zeggen, want zowel het eerste jaar als het tweede als het derde jaar waren heel goede kandidaten. Maar ik zie ook dat ze meer weten van wat er van hun verwacht wordt. Ze weten meer wat de impact is van de verkiezing. Ze weten ook dat ze met hun boodschap, met hun verhaal ook iets verder kunnen geraken. Want waar we het eerste jaar kandidaten hadden, die zoiets hadden, het is fun, het is leuk, we doen een keer mee aan Mister Gay Vlaanderen, hebben we nu wel jongens die echt wel inschrijven met ik wil graag dit doen, ik wil dit graag veranderen, en die echt met een thema naar voren komen. Wat niet wil zeggen dat ze allemaal een thema moeten hebben, want we hadden elk jaar ook jongens die zeiden, ik vind het ook heel fijn om gewoon Mister Gay Vlaanderen te worden. Die fotoshoots interesseren mij, dat medialandschap interesseert mij. En als ik gewoon kan instaan om mezelf te kunnen promoten, van ja, ik ben gay en daar ben ik fier op, dat is voor ons een even goede boodschap. Dus je moet geen dramaverhalen of een mega zwaar verleden hebben om Mister Gay Vlaanderen te worden. Ik denk dat we de afgelopen jaren wel bewezen hebben, maar ook daar is het gegroeid. En als we zien dat we als een klein clubconceptje, want de eerste editie was in een discotheek waar we dan 500 mensen hebben binnengeduwd, tot nu de laatste editie 800 genodigden waar we in een elkerlijk theater zitten, dan kan je wel zeggen dat we op 3 jaar tijd wel enorm gegroeid zijn toch wel. Ja, ik denk dat Mister Gay Vlaanderen, waar we naar op zoek gaan, altijd wel iemand moet zijn die het goed kan uitleggen, die een verhaal heeft, een toffe, vlotte kerel eigenlijk met personality. Dat is heel belangrijk. Het spreken in het openbaar, het omgaan met media, dat leren onze jongens. Ze krijgen daar ook de nodige trainingen voor. Dus ik denk dat je als Mister Gay Vlaanderen zijnde gewoon een toffe, leuke kerel moet zijn die open staat om nieuwe dingen te leren. Ik denk dat vooral voor mij belangrijk is. Als je kijkt naar de afgelopen 3 misters, Tom Horens was er 34, verzekeringsagent, Willem Joris was er 28, een doctoraatstudent. Als je nu naar Skelte kijkt, is 21, is kapper. Ja, de nieuwe Mister Gay Vlaanderen gaat eigenlijk van start vanaf de derde weekend van januari, want dan wordt de grote casting gedaan. Nu, daarvoor is er natuurlijk de komende maanden die nu volgen, zijn er selectiegesprekken, kennismakingsgesprekken, zoals ik het heet, ook noem. Tenminste, geen Vlaanderen. Die kandidaten zie je gedurende de campagneperiode, gedurende die maanden, zie je die overal opduiken. En dat schrikt heel veel kandidaten af om van zo'n drukke agenda, dat ga ik nooit niet kunnen combineren. Maar dat valt eigenlijk heel goed mee, daar niet alle activiteiten verplicht zijn. Dus 3/4 van onze jongens doen, is geen verplichting. De agenda van de Mister Gay Vlaanderen, in dit geval van Skelte dan nu, is behoorlijk druk. Maar dat is ook omdat je die zelf druk wil maken, want net zoals de finalisten is ook de agenda van Mister Gay Vlaanderen niet verplicht. Al de activiteiten die hij krijgt aangereikt zijn dingen die hij mag doen, die hij wil doen. Niets moet, maar alles mag bij Mister Gay Vlaanderen. Ik zou onze verkiezing typeren in 3 kernwoorden als volgt. Ik denk dat we vooral een woordvoerder zoeken. Ambitieus, omdat er toch wel te veel jongens zijn die verder willen gaan, die echt wel anderen willen inspireren, die willen... Maar misschien dat moeten we dan inspirerend pakken in plaats van ambitieus. Dat wordt moeilijk. Je ziet dat het voor mij moeilijk is om iets in 3 woorden te zeggen. Hè.
En daarnaast denk ik dat zelfzekerheid iets heel belangrijk is dat onze verkiezing typeert, omdat heel veel jongens die zelfs Skelte en zelfs Willem en zelfs Tom, als die hier de eerste keer op castinggesprek kwamen, waren dat helemaal andere jongens. En waar ik vooral zie, na een Mr. Gay Vlaander campagne en na ook een Misterjaar, zie ik dat die gegroeid zijn, niet alleen in lengte, omdat ze, maar ook gewoon in persoonlijkheid en in zelfzekerheid. En ik denk dat dat wel iets belangrijk is, dus laat het mij daar bij die drie woorden houden. Ja, de campagne van Wie wordt Mr. Gay Vlaanderen 2016 is sinds enkele weken van start gegaan. En mensen er zijn al heel wat inschrijvingen, maar als je je nog geroepen voelt en je nog steeds wil kandidaat stellen, of ook zoiets hebt van ik wil dit avontuur ook een keer aangaan, dan kan je nog altijd inschrijven via de website mrgayvlaanderen.be of door een mail te sturen naar inschrijving@mrgayvlaanderen.be. Mr. Gay Vlaanderen 2015 is... Skelte!